Hartelijk welkom hier op Marsum. We verwelkomen hier graag de deelnemer van het Songfestival. Mijn naam is Mark Luft, voorzitter van de klootschietersvereniging De Brink. We gaan straks, ga ik u vertellen over de start op Marsum en het klootschieten. Op Marsum staat vanwege de vele galerieën en musea ook wel bekend als het kunststadje van Oost-Nederland. Het stadje heeft een rijke geschiedenis die je ervaart als je door de steegjes loopt en de gevels en de oude gebouwen aanschouwt. Het centrum is overigens aangewezen als beschermd stadsgezicht. We gaan nu naar de klootschietbaan, iets verderop bij de Kuiperberg, waar ik het team zal voorstellen. Mijn naam is Henk Herink, ik kom uit Oud-Marsum. Ik ben een heel fanatieke klootschieter. Ik doe al sinds mijn vijfde levensjaar aan klootschieten. Ik ben diverse malen Nederlands kampioen geweest, zowel individueel als met het team. En in het dagelijks leven ben ik een management consultant. Mijn naam is Gert-Jan Herink, 50 jaar financieel controller op het revalidatiecentrum. In mijn vrije tijd doe ik aan klootschieten. En dat is een prachtige sport die zich afspeelt in het mooie gebied van Oud-Marsum. Hi, ik ben Anne Bonke. Sinds mijn zevende op klootschieten doe ik nog altijd met veel plezier. En in het dagelijks leven ben ik aan het studeren. Hallo, ik ben Frank Groeneveld. Ik klootschiet al vanaf mijn tiende. Ik ben nu 51, dus al 41 jaar. In het dagelijks leven ben ik transportmanager. Ik ben Jan Veenhuis, ik kom uit Oud-Marsum. Ik ben 50 jaar. Ik ben al meer dan 40 jaar actief klootschieter in Oud-Marsum. Ik ben 2 keer Nederlands kampioen geweest. En verder ben ik dagelijks leven planner bij een spuiterij. Mijn naam is Bas Rauwers, 29 jaar, woonachtig in Oud-Marsum. In het dagelijks leven ben ik tekenaar-constructeur. Ik ben op mijn 5e begonnen met klootschieten, zelfs 2-voudig Nederlandse kampioen. En momenteel speel ik in het 1e van KV De Brink en we spelen in de ereklasse. Klootschieten wordt gespeeld met een houten kloot, verzwaard met lood. Dan schieten we 2 teams om met een vastgesteld aantal schoten een zo groot mogelijk afstand te bereiken. We hopen hier in Oud-Marsum een artiest te mogen ontvangen, want we hebben nog een hele mooie plek vrij in ons team.